De volgende spreker studeerde rechtsgeleerdheid en Slavische taal en letterkunde aan de Universiteit van Leiden. En na haar promotie in 1991 verbleef ze als visiting professor aan Hastings Law School in San Francisco. Tegenwoordig is ze hoogleraar recht en informatisering aan de Universiteit van Tilburg. Waarom nog zoeken naar privacy in onze hoogtechnologische samenleving? Professor Corien Prins. Ja, dat Slavische taal en letterkunde in combinatie met privacy voorspelt natuurlijk niet zo heel veel goed. Maar toch, dank meneer de voorzitter. Ik weet niet waar, oh daar. En aanwezigen. Gisteravond laat in mijn mailbox trof ik nog een berichtje aan. En ik weet niet of u allen dat bericht ook aan heeft getroffen, maar daar stond in als volgt. Vooral, kom niet te laat. Neem uw legitimatiebewijs mee. En wij attenderen erop dat u door een scanstraat moet. Heeft u dat berichtje ontvangen? Ik heb nog even gisteravond gedacht, zal ik nou wel of niet gaan? Want wat voor scanstraat is dat dan? En wat gebeurt er dan exact? En toen ik zojuist dan toch uiteindelijk maar besloot hierheen te gaan en door die scanstraat te gaan, kon ik natuurlijk niet de neiging onderdrukken om dan nog even te vragen wat er dan gebeurde met al die gegevens die er werden opgeslagen. De meneer van Securitas, dat is een private onderneming die hier de beveiliging uitvoeren, verzekerde mij dat er helemaal niets mee gebeurt, dat alles wordt vernietigd, dat hij het papiertje door de shredder doet en kortom, ik ben na vandaag weer volstrekt anoniem de wijde wereld in, behalve dan dat de opname van deze pitch gepresenteerd worden op het internet, heb ik begrepen. Ik weet niet of ik daar toestemming voor heb gegeven, maar dat terzijde. Mevrouw Broekers-Knol begon deze dag met de mededeling dat wij op zoek zijn, dat wij nadenken over de rechtsstaat van de toekomst. Dat wij hebben na te denken over en ons herbezinnen op de grondwet. Concreet voor mijn pitch, het grondrecht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, privacy. En in het verlengde daarvan de verwerking van persoonsgegevens, gegevens van jullie, van mij. En zij stelde de vraag, zijn er problemen? Is er een probleem en zo ja, welk probleem is dat dan exact? En zij legde de link met de wil van de meerderheid en het beschermen van de minderheid. En ik vind dat op het terrein van privacybescherming in ieder geval een heel concreet aanknopingspunt voor mijn pitch. En Ernst Heers-Balling gaf aan, eenvoudige antwoorden zijn er niet. Het gaat om wegen, het gaat om argumenteren, het gaat om het debat met elkaar voeren. En de essentie van datgene wat ik graag met jullie wil delen is, om dat debat te voeren, hebben wij wel de juiste argumenten op tafel. Hebben wij eigenlijk een voldoende besef van die hoogtechnologische samenleving en wat dat dan exact doet voor de omgang met onze persoonsgegevens, de omgang met onze identiteit en daarmee de bescherming van privacy en daarmee een grondrecht, een heel essentieel en belangrijk grondrecht. Kortom, wat mij betreft in deze korte pitch gaat het over besef. En telkens weer, ook in, zelfs in dit huis, vind ik dat het debat over privacy en het wegen van belangen die aan de orde zijn, te kort door de bocht is, te naïef is. En ik wil daarom een aantal zaken met u delen. Als ik aan u vraag, wie is er tegen veiligheid? Mag ik handen? Handen in de lucht wie er tegen veiligheid is? Ja? Ja, ik vind Oké, u vindt het best wel eng als de overheid alleen maar veiligheid voorop stelt. Wat is veiligheid? Mooi. Als ik u vervolgens vraag, bent u tegen privacy? Iemand die daar... Eigenlijk in feite kunnen dezelfde twee vragen gesteld worden. Wat is privacy? Hangt enorm van de context af. Zou in ieder geval mijn eerste antwoord zijn. En te veel privacy is ook niet goed. Als we het hebben over kinderen, huiselijk geweld, je kunt allemaal de situaties bedenken waarin te veel privacy uiteindelijk ook niet goed is voor de samenleving en voor onze rechtsstaat. Kortom, het gaat om wegen. Het gaat om wegen van belangen en het zijn geen absolute rechten. En bij dat wegen
is het cruciaal dat we een voldoende besef hebben van datgene wat er onder invloed van digitalisering met onze privacy gebeurt. En daarmee het volgende. Niet alleen in dit huis, in de Tweede Kamer, maar ook in de samenleving praten wij veelal over technologie. Iedere keer hebben we het over een concrete technologische applicatie, of het nou ons appje op de telefoon is, of een verwijsindex risicojongeren, of biometrie op het paspoort. De insteek is technologie. Maar wat mij betreft moet de insteek zijn informatie. Het gaat eigenlijk helemaal niet over technologie, het gaat over informatie, over data. Dat is het eerste wat ik u wil meegeven. Probeer dat perspectief te verleggen van technologie naar data. Het tweede perspectief dat ik u wil meegeven is, het gaat helemaal niet meer over een organisatie die onze gegevens verwerkt, verzamelt, gebruikt, etc. Het gaat over een netwerksamenleving en daarmee velen organisaties die gegevens met elkaar delen, die gegevens verrijken en die gegevens vervolgens weer in een hele nieuwe context gebruiken. Kortom, het is geen stand-alone perspectief dat u moet innemen. En op het moment dat u verstrekt aan een organisatie, verstrekt u aan vele organisaties. Op het moment dat u een camera inkijkt, kijken via die camera hele vele organisaties naar u. Niet één organisatie met één applicatie. Dat perspectief moet in een netwerksamenleving absoluut verlegd worden. En daarmee gaat het ook niet over de overheid en het bedrijfsleven en dus ons vertrouwen in het bedrijfsleven of de overheid als het gaat om het verwerken van onze persoonsgegevens. De grenzen tussen de twee zijn diffuus. Op het moment dat ik een bonuskaart bij Albert Heijn heb, weet ik zeker dat onder bepaalde omstandigheden de politie die gegevens mag hebben en mag gebruiken. Er is geen strakke scheidslijn tussen de overheid en het bedrijfsleven en daarmee een eenduidig vertrouwen in dan wel de overheid en het bedrijfsleven is er niet. Grenzen diffuus, zoals ook geografisch de grenzen hier diffuus zijn. Google zit niet hier, maar eigenlijk zit ze wel hier. En technologie, en eigenlijk moet ik zeggen gegevens, zijn niet neutraal. Het is niet een kwestie van met behulp van technologie doen we de dingen in feite net op een andere manier, maar we doen hetzelfde. Als u nadenkt over bijvoorbeeld de rijkdom aan toeslagen die wij inmiddels kennen. Zorgtoeslag, jullie krijgen ook allemaal een toeslag. Die verfijnde systematiek van toeslagen hadden we nooit kunnen realiseren in onze samenleving zonder te weten wie u bent. En waarom u anders bent dan uw buurman of buurvrouw en daarom recht hebt of niet recht hebt op een bepaalde voorziening. Met technologie veranderen wij de samenleving. En met behulp van het gebruik van persoonsgegevens duiden wij mensen anders, categoriseren we mensen, stereotyperen we soms mensen, discrimineren we soms ook mensen. Kortom, technologie is niet neutraal. Het is niet hetzelfde op een andere manier. We doen ineens meer. En dan een laatste punt dat ik u in het kader van besef wil meegeven. Veelal wordt er gesproken over wat ik maar noem huis, tuin en keukengegevens. Gewoon uw naam, adres, woonplaats, wat u verdient. Maar meer en meer weten wij hoe u uniek, hoe wij uniek in elkaar zitten. We weten steeds meer langs de lijn van wat wordt genoemd genetics, DNA, genomics, wat uw leefstijl is en hoe die met elkaar interfereren. Kortom, we komen steeds dichter op uw huid te zitten. En daarmee op uw unieke ik, uw unieke identiteit. En daarmee is voor u de bewijslast om aan te tonen dat u toch net iets anders in elkaar zit, dat de gegevens niet kloppen, ook een steeds ingewikkelder. Kortom, wij praten heel vaak over het gebruik van persoonsgegevens zonder die gegevens nader te duiden, zonder een goede discussie met elkaar te voeren over wat voor gegevens hebben we het eigenlijk. Zijn het de huis, tuin en keukengegevens? Of is het meer dan dat alleen? En wat betekent dat dan? En wat betekent dat dan voor privacy? En wat betekent dat dan voor het type samenleving? Wat betekent dat dan voor onze rechtsstaat? Een paar punten voor uw besef. En wat zie ik dan? Omdat dat besef onvoldoende is doorgedrongen, zowel hier in de samenleving, ook in de media en onder burgers. En in het bedrijfsleven. Ik zie dat wij telkens weer van project naar project, van initiatief naar initiatief, van wet naar wet hobbelen.
die iets mogelijk maakt met behulp van digitalisering en daarmee gegevensverwerking toestaat, zonder het totaalplaatje in beeld te krijgen. Want op het moment dat hier wetgeving wordt afgekondigd die het mogelijk maakt dat de politie, bijvoorbeeld met automatic number plate recognition, gegevens verzamelt van automobilisten, althans de kentekens, interfereert die wet en interfereren die mogelijkheden met reeds bestaande wetgeving en met reeds bestaande initiatieven. We hobbelen kortom veel te veel van een geïndividualiseerd, een individueel project en initiatief naar het volgende zonder het totaal te proberen te begrijpen, want allesomvattend begrijpen zullen we nooit meer. En we blijven heel vaak binnen de eigen organisatie redeneren en vanuit de verantwoordelijkheid van de eigen organisatie. Heel concreet, ik ben decaan van de juridische faculteit in Tilburg. Ik ben eindverantwoordelijke voor onze faculteit en daarmee hoeder van bijvoorbeeld onze personeelsgegevens. Maar op het moment dat die personeelsgegevens verstrekt worden aan een andere organisatie, denk ik, nou, dat was het dan. Worden verstrekt aan een andere organisatie die weer vanuit een eigen verantwoordelijkheid naar die gegevens kijkt en handelt conform wet en regelgeving. Maar in die vernetwerking en in die ketens is verantwoordelijkheid verweest. Denkt u maar aan DigiD, en daar ging het mis. En onze voormalig nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer weet daar alles van. Op het moment dat het in die ketens misgaat, wijst iedereen naar elkaar. En was het geen probleem van de Belastingdienst en het was ook geen probleem van een uitvoeringsinstantie. Nee, ergens. Maar waar, niemand wist het meer. En uiteindelijk was de burger de dupe. Kortom, in die vernetwerkte samenleving is het heel ingewikkeld om accountable te zijn voor de omgang met persoonsgegevens. En daarmee verantwoording dus af te leggen. En we delen, combineren, verrijken naar hartelust gegevens. Zonder goed de context, de oorspronkelijke context, voor ogen te houden. Op het moment dat u gegevens verstrekt en ze worden doorverstrekt, worden de gegevens steeds harder. Want de oorspronkelijke context wordt uit het oog verloren. Maar die oorspronkelijke context bepaalde uiteindelijk wel hoe u daarin stond. En ik kom langzaam richting de boodschap die ik wil meegeven. We discussiëren heel vaak in de veilige luwte van uitersten. De veilige luwte van zwart-wit. De veilige luwte van, ik heb toch niets te verbergen. Ik ben niet van privacy. De veilige luwte van veiligheid voorop. Het echte debat, de echte koestering van onze rechtsstaat gaat over het ingewikkelde debat om te wegen. Het ingewikkelde debat om de balans te vinden tussen die uitersten. Uw argumenten transparant te maken, waarom kiest u voor veiligheid in plaats van privacy? En daarover verantwoording af te leggen. En daar over 5 jaar nog steeds voor te staan. En over 5 jaar eventueel bereid te zijn, het bleek toch niet zo te zijn zoals we dachten. En dus zetten we een stap terug. Weging is cruciaal. Weging vanuit het belang van rechtsstatelijkheid. Weging vanuit het belang dat niet de meerderheid hierin de dominantie kan krijgen. En daarmee wil ik afronden. Geen eenvoudige antwoorden, het is vandaag al eerder gezegd. Geen makkelijke discussie. Het is aan ons om die discussie te voeren, maar wel vanuit een besef hoe die hoogtechnologische samenleving in elkaar zit en niet vanuit makkelijke posities. Dank u wel. Dank u wel, professor Prins. Dank u zeer, professor Prins, voor uw prikkelende woorden. Mijn naam is Jan-Willem Scholten. Ik ben deelnemer aan de Nationale Denktank die zich het jaar over Big Data buigt. En in dat kader wil ik ook mijn vraag stellen. En u zegt, we moeten een casus wegen. En ik zou u uit ons onderzoek een concrete casus willen voorleggen van een politiecommissaris in Noord-Engeland die op basis van statistische gebiedsprofilering doorkreeg uit het systeem dat er een kans van 60% was dat op een bepaald adres huiselijk geweld zou gaan plaatsvinden. En nu is mijn vraag aan u, hoe zou u deze casus wegen? Wat voor argumenten zouden daar een rol in kunnen spelen? 60% kans, huiselijk geweld.
op basis van data die naar ik aanneem betrouwbaar zijn. Want misschien al even op uw vraag wat betreft die achtergrond in te steken. De vraag is natuurlijk of binnen die betreffende politieorganisatie nagedacht is over de kwaliteit van de data op basis waarvan de besluitvorming en dus de 60% kans of die kwaliteit gegarandeerd was. Wij gooien nooit wat weg. Zeker de politie gooit nooit wat weg, want het kan altijd nog wel eens van pas komen. Dus mijn eerste vraag zou zijn, hoe komt u aan die 60%? Wat is de achtergrond van de kwaliteit? Wat zijn de criteria van de kwaliteit van uw informatie? Ik kon zelf veel meer eerst willen weten hoe die aan die 60% kwam. En als ik daarin een overtuigende kwaliteitstoets, laat me even zo formuleren, zie, dan ben ik bereid natuurlijk met een 60% kans in die individuele situatie te zeggen, in dit geval gaat veiligheid boven privacy. Maar er moet eerst nog eens een ander debat aan vooraf gaan. En die heeft heel veel te maken met waar komen de gegevens vandaan, hoe zit het met de kwaliteit van die gegevens, hoe transparant zijn we erin, hoeveel verantwoording willen we daarover afleggen, wat doen we vervolgens met die data, et cetera. Dank u wel, Ralf Diederen, student rechtsfilosofie en via het Jong Wetenschappelijk Instituut van het CDA ook gediscussieerd over het laatste Big Data rapport van Christendemocratische Verkenningen. In discussie erover kwamen we op een ander punt. U stelde als eerste dat wij onze focus moeten verleggen van technologie naar data. Maar moeten we niet een stap verder gaan discussie en die focus niet verleggen naar data, maar naar het zijn van mens en het mensbeeld wat erbij terechtkomt? Want hoewel wij kunnen proberen ons te vatten in algoritmes via big data en ons kunnen reduceren tot profielen, ben ik toch van overtuigd dat ik in de fysieke wereld een mens ben en dat ook in de digitale wereld. En als ik in de fysieke wereld zou voorstellen dat als je bloed doneert of als je organen worden afgenomen, dat daarna derde partijen er alles mee kunnen doen wat zij willen, dan zal niemand daarmee instemmen. En als wij weer de mens introduceren, ook in de digitale wereld, lossen we daar dan niet ook de door u gestelde vraag op dat nu de verantwoordelijkheid geïndividualiseerd is en verspreid is bij organisaties voor privacy, dat het misschien in de constitutie voor het digitale mensbeeld, digitaal burgerschap, die privacy gewaarborgd zou kunnen worden? Als ik meer dan 10 minuten had gehad, had ik mijn betoog waarschijnlijk wat verder uitgebreid en geëindigd met de menselijke maat. Want in toenemende mate worden gegevens niet alleen hard, maar klampen we ons ook vast aan datgene wat op basis van gegevens, kennis en in feite uit de achtergrond ook technologie, ons wordt voorgeschoteld. Op het moment dat ik de Belastingdienst bel en daar staat het een en ander op het computerscherm, krijg ik als antwoord ja, maar de computer zegt. En in het afwegen spelen proportionaliteit en subsidiariteit een cruciale rol. Allebei neergelegd in artikel 8 EVRM. En proportionaliteit betekent maatvoering. Wij voeren zelden een discussie over allesomvattendheid. Wij voeren zelden een discussie over de allesomvattendheid van camera's. En daarmee ook geen discussie over de menselijke maat. En terecht geeft u aan het mensbeeld, de mens, en de waarden die daarmee in verband staan, is cruciaal om dat debat te voeren. Dus terecht, een belangrijk punt. Een korte vervolgvraag om terug te grijpen op een eerdere spreker. Zou dat geen mooie invulling zijn van een preambule bij de grondwet? Ja, dan ga ik Geert-Jan Leendag natuurlijk weer. Ik weet niet waar die gebleven is. Ik weet niet of ik een voorstander ben van een preambule. De sprekers mochten niet met elkaar in discussie gaan. Dat is natuurlijk ook niet kenmerkend voor dit huis. Maar ik vind het heel belangrijk. Dat verhaal achter de individuele artikelen van onze grondwet zegt zoveel meer dan een preambule die je noodzakelijkerwijs kort moet houden. En ik denk dat in de essentie onze grondwet met mensheid, menselijke waardigheid te maken heeft, van doen heeft, daarop gestoeld is. En dat je dat niet nogmaals in een preambule hoeft neer te leggen. Dat is de geest van onze grondwet. Er zijn nog één korte laatste vraag, Corine Prins. Ja, komt u naar voren. En met korte vraag bedoel ik eigenlijk een kort antwoord. Okay. Dank u wel voor het mooie verhaal. Mijn naam is Tim de Waard. De vragen die ik had, die gingen eigenlijk vooral over wat privacy eigenlijk is. En ik heb het idee dat heel veel mensen kijken vanuit een heel erg juridisch perspectief.
Maar je kan het ook vanuit een sociaal perspectief bezien. Maar ja, ik heb het idee dat veel mensen een beeld van privacy hebben dat eigenlijk achterhaald is. En ik denk, ik vraag me af of je misschien, bijvoorbeeld in, ja, wij leven in een hele hoog technologische samenleving, maar je hebt ook mensen, een soort nomade volk die samen in een tent leven. Hebben die ook privacy? En wat blijft er, zeg maar, wat is de kern van de privacy die bij hen overblijft en kunnen we daar iets van leren? Een heel kort antwoord. Als ik in die nomade tent zou leven en weinig privacy in die tent had, op zijn minst wist ik wat er aan de hand was. Ik denk dat kenmerkend voor onze hoogtechnologische samenleving is, en denk er zelf over na, is ik weet überhaupt niet eens meer wat er gebeurt met mijn gegevens. En dus wat er met mijn identiteit gebeurt en op welke wijze de beeldvorming over mij plaatsvindt en gecreëerd wordt. Dus het verschil tussen die tent, ja, ik vrees dat ik toch weer een lange antwoord. Het verschil tussen die tent is niet meer te vergelijken met onze huidige samenleving. Dat is een achterhaald beeld. Ik wil die vergelijking absoluut niet maken. Dat is veel, ja, sorry dat ik het zoveel meer, veel te naïef. Dank voor de vraag en dank voor het mooie antwoord. We gaan nog één keer applaudisseren voor professor Corien Pillen.